Het was vandaag genieten met de zon, want je was er al bij Tietzbeen, het begon al helder en de temperatuur liep dan weliswaar op naar een 17 graden, maar de zon die miek heel veel goed vandaag en de wind uit oostelijke richtingen, nou dat viel over het algemeen wel met. Alleen, het was wel een koude stad. We bent begonnen met temperaturen aan de grond, in ieder geval dicht bij het vriespunt. In het Overijsselse Heino bijvoorbeeld, of vliegveld Twente, voormalig vliegveld mag ik zeggen, daar werd het min 1,8 op 10 centimeter hoogte. Nou, bij ons was dat iets minder, maar er waren toch plekken waar het hier en door wit was, dat kun je op de eerste twee foto's ook wel zien. Dingen die uitstralingsgevoelig bent, die worden wit geworden. En dat is zo'n plat dak of een zwart zeil. Maar daarna was het een hele mooie zonsopgang, want de sluie bewolking met de zon erachter, dat maakte een mooi plaatje al met al bij elkaar. En wil je ook een foto opsturen naar foto@gerritsweerpraat.nl. Ik sta hier vandaag in Vasselde Veldhunten en daar is dit weekend een heel spektakel. Achteraan kun je al een beetje zien of het s'nachts gebeurt, dat weet ik niet. Maar binnen bent vast wel leuk die je even wat over vertellen kunt. Ik ben het terrein opgelopen, steeds heel veel grij en er lopen ook mensen rond en er kwam er een tegen, dat was John. En John kan heel veel vertellen wat hier allemaal gebeurt. Ja, wat hier allemaal gebeurt is uniek. Dit is voor de eerste keer in leven de Nacht van Hunten. Op deze manier, en dit is een hele bijzondere bijeenkomst. We zien een heleboel mensen zaterdag, morgen, met Solex die hier een tour maken. We noemen het ook een Solex TT, Tour Tourist. En mensen rijden het rondje Milt. Dat is zeg maar voor ons mensen die hier wonen de omgeving waar we met de hond lopen. Ja. En daar gebruiken we over de Solex Tour. Nou, je hebt nog maar volgens mij nog een beetje genoemd, want ik zie nog heel veel dingen staan. Maar eerst helpt even over het weer. Want dat wordt natuurlijk ja, misschien wel spannend voor jullie. Want vanavond en komende nacht, dan zijn er weer flinke opklaringen. De temperatuur kan ook weer lekker onderuit gaan. 4 tot 6 graden bij heel weinig wind zal het zo'n beetje worden. En hier en door kan ook een beetje wit worden, de vorst aan de grond. En morgen dan hebben we een vergelijkbare dag met van vandaag. De zon die steekt weer hoog aan de hemel. De wind is misschien ietsjes meer, maar wel uit oostelijke richtingen. En de temperatuur zal niet veel verschillen met vandaag. Ook zo rond de 17 graden als maximum. En nou een beetje geluk heb, ietsjes meer. Want ik zei net al, ik zie nog veel meer, want er staat strandstoelen, er staat nog wat andere dingen. Ja, dat klopt. Het is de Nacht van Hunten hebben we ook willen aankleden met allerlei bijzondere dingen. Zoals je ziet inderdaad, de strandstoelen, dat wordt eigenlijk een zandbak. We zitten nu hier op de stroopbalen van een kwartbaan voor de kinderen. Achteraan zie je nog een tent, daar kun je gemasseerd worden. En natuurlijk, Uitveld Hunten mag niet ontbreken, de Frans Venhals met zijn poffertjes en pannenkoeken. En natuurlijk ook de catering die verzorgt voor de zon. Dat is heel mooi. Maar de Solex, daar beginnen jullie morgen met. Nou, de grootste dag, nog eens even kijken wat de stad is. Ja. Eventjes het weer voor de dagen daarna, want zondag en ook begin volgende week blijft het voorlopig eventjes zonnig. Alleen de zondag valt wel op door de wind die dan wat verder aantrekt. Dan steekt er een matige oostelijke wind, windkracht 3 tot 4. En mekkert voor het gevoel misschien een beetje schraal, maar op zich blijft weer een dreuge dag. En ook begin volgende week eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Tot midden volgende week dreuge omstandigheden, zonnige perioden. En temperaturen zit eigenlijk bijna verschillend. In de nacht naar de zondag kan het nog een beetje koud worden. Daarna wordt het minder fris met 7 tot 9 graden. Nou, John, ik ga even kijken wat er is. Ja. Nou, John, hier staan we bij het punt wat morgen gaat gebeuren met TT, hè, Solex. Ja, hier staan we bij de start, eigenlijk bij de ingang van de baan, zodat je de tent in gaat. En Sjaak, een van de bestuursleden, is nu aan het proberen. En dan komt als het goed is, dalen we uit. Ja. En als het niet goed is, dan blijven we weg. Ja. We doen dat dus morgenmiddag op zaterdagmiddag om 28 september. Ja. Ja, om 2 uur gaan de Solexen van start. Dus een 40 teams. Dat wil zeggen dat over dat rondje Milt komen 40 Solexen met allerlei hoe gekke, hoe mooie. Ja. En ik heb al wat signalen gehoord. Het wordt gek, het wordt mooi. Ja, dus jullie verwachten een hoop volk. Waar moeten ze hen eigenlijk? De ingang van het publiek is waar vroeger het schildergebouw was in Vasselde, de tent genoemd. En daarnaast is bij de ingang. Maar dat kan niet missen. Nou, ik wens jullie heel veel plezier morgen. En goed gaan. Dankjewel.